Ja, dankjewel uh, voor die introductie. Ik hoop dat uh, iedereen mij goed kan verstaan. Uh, ik wil het inderdaad uh, vandaag gaan hebben over een aantal uh, nou, misschien wat minder bekende wetenschappers. En ook wetenschappers die uh, ideeën gehad hebben, die wat minder succes gehad hebben. En de, nou ja, de reden dat ik dat wil doen is eigenlijk inderdaad dat ik denk dat je heel goede redenen kunt hebben om... Een positie te kiezen die het niet gaat halen. Dat het soms heel rationeel kan zijn om voor een positie te gaan die uh, nou, uiteindelijk niet de juiste uh, zal blijken te zijn. En dat wil ik illustreren uh, door te gaan kijken naar de naar de 17e eeuw, een periode waar ik me uh, mee bezig houd en in het bijzonder uh, door te gaan kijken naar de levenswetenschappen in de 17e eeuw. Uh, ik wil eigenlijk beginnen misschien even met een uh, uh, persoonlijke anekdote. Voor mij voelt het misschien een beetje vreemd om hier iets te gaan vertellen over biologie, of althans de geschiedenis van de biologie. Uh, ik herinner mij uh, nog heel levendig uh, mijn allereerste dag als middelbare scholier. En daar had ik een uh, uur biologie uh, en een uur filosofie. Nou, dat uur filosofie dat ging helemaal fantastisch. Ik dacht, ja, dit, uh, hier moeten we zijn. Dit is goed. En dat uur biologie vond ik ronduit verschrikkelijk. Um, woorden als bladnerf en bladgroenkorrel, daar kreeg ik helemaal een droge mond van en, en een soort van ja als het ware honger van verveling van oh alsjeblieft breng de kroketten maar door laten we het alsjeblieft over iets anders gaan hebben maar ik ben uiteindelijk toch uitgekomen bij uh, biologie althans bij haar geschiedenis um, omdat ik denk dat daar iets heel interessants uh, over te vertellen is en om te verduidelijken waarom ik denk dat dat uh, interessant is om te verduidelijken wat ik denk dat er bijzonder en Interessant is aan de levenswetenschappen in de 17e eeuw, uh, kan ik misschien het beste gewoon beginnen met uh, uh, de outline van het verhaal van vanavond even te geven. Ik uh, wil zo beginnen eigenlijk met de standaardwetenschap waar iedere 17e eeuw zo'n beetje mee werd opgeleid. Iedere 17e eeuw, als hij naar de universiteit ging, had een degelijke achtergrond gekregen in de filosofie, maar ook in de natuurwetenschap van Aristoteles. Dus dat was voor iedereen de gedeelde achtergrond. Daar begin ik zo even mee. Nou, dan vindt er volgens sommigen in de 17e eeuw een ja, wetenschappelijke revolutie plaats, euh, dankzij onder andere mensen als Descartes. Dus in tweede instantie wil ik iets zeggen over de vernieuwingen die René Descartes doorvoert in de natuurfilosofie van de 17e eeuw. Wat zijn nou de nieuwe ideeën en waarom zijn die nou zo succesvol? Dus waarom is Descartes nou. Um, de grote nieuwe man. Uh, samen met een aantal anderen natuurlijk. in de 17e eeuw. Dat is het tweede. Uh, onderdeel van, uh, van het uh, betoog van vanavond. Het derde. is dat ik wil gaan kijken naar een probleem voor Descartes. Wat ik wil gaan proberen te verduidelijken. is dat. Nou ja, hoewel dus die natuurfilosofie van Descartes. en de zijne ontzettend succesvol is. in sommige contexten. Um, hij op problemen stuit in heel andere contexten. Heel kort gezegd. Um, als die natuurfilosofie van Descartes misschien best wel goed werkt voor wat wij vandaag de dag scheikunde zouden noemen, dan werkt die niet zo heel goed voor biologie en de levenswetenschappen. Descartes die stuit op een probleem, um, in het bijzonder met betrekking tot het ontstaan van organismen. Dat is echt heel ingewikkeld voor Descartes. Dus dat is uh, waar we in derde instantie naar gaan kijken. Dat is eigenlijk een geval waarin een van de grote helden uit de geschiedenis uh, een beetje in de problemen komt met zijn theorie. Het slot, het laatste deel, een belangrijkste deel, misschien ook wel van het, uh, van het verhaal, is dat we gaan kijken naar hoe mensen probeerden dat probleem, dat levenswetenschappelijke probleem, op te lossen. En daarvoor wil ik kijken naar twee auteurs: uh, de Engelsman Harvey en de Nederlander Jan Swammerdam. En met name over Swammerdam wil ik een aantal dingen vertellen. Uh, Swammerdam uh, heeft heel. Uh, ja, bijzondere zouden wij zeggen, ideeën over, uh, uh, over het ontstaan van organismen. Um, en die ideeën van swammerdam die um, waren in de 17e eeuw en ook wel in de 18e eeuw behoorlijk invloedrijk. Maar die zijn in de geschiedschrijving van de wetenschap er niet zo heel goed van afgekomen. Um, er is um, een wetenschapshistoricus, ik heb hem straks ook op een slide, die zegt van nou die swammerdam met zijn theorie over het ontstaan van organismen. Um, die is eigenlijk verantwoordelijk voor the greatest error that ever obstructed the progress of knowledge of development. Dus de grootste vergissing die ooit um, ons begrip van, het, uh, van de ontwikkeling van organismen in de weg heeft gestaan. Dat is niet zo best. En, nou, we zullen straks nog een paar andere citaten zien van wetenschapshistorici die echt heel kritisch zijn heel kritisch zijn op, uh, op de ideeën van Swammerdam. Nou, en ik, wat ik eigenlijk wil gaan laten zien um, vanavond is dat uh, nou, die ideeën van Swammerdam inderdaad wellicht bijzonder en soms een beetje vreemd zijn, maar dat hij wel enorm goede redenen had om bijzondere en vreemde ideeën erop na te houden. Uh, dus het feit dat uh, hij een uh, slechte recensie krijgt in sommige uh, wetenschapshistorische overzichten, dat uh, maakt hem niet tot een irrationele actor in de context van 17e eeuwse wetenschap. Dus dat is eigenlijk de boodschap uh, en de outline van het verhaal van vanavond. Nou. Laten we eens beginnen dan met uh, datgene waar elke 17e-eeuwse wetenschapper mee uh, opgeleid werd: aristotelische natuurfilosofie, aristotelische theorie van materie en vorm. Laat ik dat doen aan de hand van een uh, concreet voorbeeld. Hier heb ik een uh, afbeelding van twee uh, glanzende ijzeren bollen. Nou, Aristoteles Um, of een docent aan een 17e eeuwse, 16e eeuwse universiteit, die zou zeggen van nou, um, de structuur van deze substantie kunnen we eigenlijk uh, opdelen in uh, twee elementen. We kunnen zeggen, nou, dit is een portie ijzer um, met een bepaalde eigenschap, namelijk glans. Die portie ijzer, um, dat is een substantie, een drager van eigenschappen. En die glans, ja, dat is een toevallige, uh, toevallige eigenschap die toekomt aan deze substantie. Nou, tot zover niks aan de hand. Maar die uh, 17e eeuwse Aristotelicus die heeft ook een analyse van wat die substantie nou eigenlijk is. He, dus die heeft ook een analyse van wat ijzer nou eigenlijk is. Waar is ijzer nou eigenlijk van gemaakt? Nou, hier komen we bij... Uh, het belangrijkste begrippenpaar, misschien wel van de Aristotelische natuurfilosofie, namelijk materie en vorm. Dus hoe zit dit in elkaar? De gedachte, is, de gedachte is dat elk materieel object dat we tegenkomen, bijvoorbeeld die ijzeren bol, maar ook elk materieel object in deze ruimte, dat is gemaakt van materie. Nou, bij materie moet je niet denken aan um, um, een element, je moet niet denken aan. Water, vuur, aarde, lucht. of uh, iets wat wij als elementen aan zouden merken. Materie voor die Aristotelici. dat is eigenlijk een soort ongedifferentieerde oersoep. om het maar even heel erg uh, simpel te zeggen. Dat is een uh, spul, dat is niet een bepaald soort materie. dat is helemaal ongedifferentieerd spul. En dat ongedifferentieerde spul. dat krijgt bepaalde eigenschappen. op het moment dat er een vorm aan toegevoegd wordt. Nou, bij een vorm moet je niet denken aan vierkant, driehoekig of uh, rechthoekig, wat dan ook. Vorm is eigenlijk heel in het algemeen een principe dat identiteit geeft aan een portie materie. Dus waar is elk materiaal van gemaakt? Nou, je hebt een bepaalde portie oersoep, helemaal ongedifferentieerd en karakterloos. En die ongedifferentieerde materie, daar wordt een vorm op op toegepast, die die materie bepaalde eigenschappen gaat geven. en die ervoor zorgt dat deze portie oersoep zich manifesteert als ijzer of als goud of als brons. Dat is het basisidee. Die materie, uh, die wordt ook wel eerste materie genoemd. om hem te onderscheiden van ja, het soort materialen dat wij om ons heen zien. Dus eerste, uh, eerste, eerste materie, het meest bazaal soort spul, materieel spul wat je je voor kunt stellen. Zo'n vorm die van een bepaalde portie materie een uh, portie goud of een portie ijzer of een portie brons maakt, um, die wordt ook wel substantiële vorm genoemd. Dus de vorm die iets tot een bepaald soort substantie maakt dat het is. Nou, die vormen, dat hoor je misschien eigenlijk al een beetje aan deze uitleg, die vormen die doen ontzettend veel werk in Aristotelische natuurfilosofie. Dus als jij wil weten, als jij wil vragen aan een Aristotelicus: wat maakt dit nou tot ijzer?, dan zal hij zeggen: dus de vorm. Wat maakt dit nou tot brons? Nou, dus het feit dat het niet de vorm van ijzer heeft, maar de vorm van brons. En je ziet ook dat in die Aristotelische natuurfilosofie alle um, fysische eigenschappen van materialen worden toegeschreven aan de vorm van dat materiaal. Aan het principe dat dat tot het soort materiaal maakt dat het is. Dus laten we eens aannemen dat dat uh, ijzer van ons dat dat, uh, magnetische eigenschappen heeft. Dus dat trekt andere materialen aan. Nou, wat is de verklaring daarvan, of wat is de standaardverklaring daarvan in de Aristotelische natuurfilosofie? Heel simpel: de vorm van dat ijzer zorgt ervoor dat het andere materialen aantrekt. Dezelfde analyse kun je geven. Uh, voor andere materialen. Dus waarom kookt water bij 100 graden? Nou, en niet bij een andere temperatuur. Dat komt door de vorm van dat water. Dus door het principe dat deze materie identificeert als water. Nou, we weten ook als je water kookt en uh, je neemt het vervolgens weg van de warmtebron. Dan koelt het op een gegeven moment weer af. Nou, die Aristotelici die zeiden... Dat wijst erop dat water een bepaalde natuurlijke temperatuur heeft. Dus de natuurlijke toestand van water. dat is niet om verhit te zijn. De natuurlijke toestand van water is om koud te zijn. Water is koud spul, koud en nat. En. Um, nou, dus hoe komt het? Als je het eenmaal verwarmd hebt. dan zorgt die vorm ervoor. dat het op een gegeven moment weer terugkeert naar die natuurlijke toestand. Dus dat vuur. Als je het pannetje op het, uh, op het vuur zet, dat vuur zorgt ervoor dat dat water een beetje uit zijn natuurlijke toestand getrokken wordt. Het wordt verhit. En nou, als die warmtebron weggaat, dan zorgt de vorm van het water er weer voor dat het weer teruggaat naar zijn natuurlijke toestand. Nou, Zelfde manier, uh, zware objecten die hebben een neiging, volgens Aristotelici om uh, naar het centrum van het universum te keren. Dus daarom als ik een steen laat vallen, valt die naar beneden, komt door de vorm van die steen. Lichte objecten of lichte materialen als vuur hebben een neiging om hoog te gaan. Waar komt die neiging vandaan? Van de vorm van het vuur. Dus je ziet die notie van vorm bij de Aristotelici, die verklaart eigenlijk alles. Dat is dé grote verklarende factor van alle fysische eigenschappen van materie. En nou die notie van vorm die, uh, wordt vaak gebruikt... om ja, aan materialen bepaalde neigingen of tendensen toe te schrijven. Dus, uh, uh, die zware materialen die willen naar beneden vallen. Uh, dat water dat wil terugkeren naar, uh, uh, dat wil terugkeren naar uh, een koude temperatuur, een lage temperatuur. Uh, het feit dat die vormen zorgen voor neigingen en voor uh, tendensen, of voor een bepaald streven in een substantie, dat maakt dat die vormen misschien wel in het bijzonder geschikt zijn uh, om iets te zeggen over levende materialen. Uh, dus wat ik net gezegd heb over de structuur van ijzer, dat kunnen we ook doen voor een rups bijvoorbeeld. Ook voor een rups geldt, voor elk levend, uh, levend wezen geldt, dat is een portie ongedifferentieerd spul. Daar begint alles mee. Portie ongedifferentieerd spul. En die portie ongedifferentieerd spul, die wordt als het ware geconfigureerd door de vorm die erin zit. En die vorm die maakt van deze ongedifferentieerde materie organische materie. Dus die vorm die zorgt dat deze ongedifferentieerde materie zich gaat gedragen als een organisme. En in het bijzonder, in dit voorbeeld, dat hij zich gaat gedragen als het organisme van een rups. Nou, ik heb net al gezegd, um, die vormen die geven materialen en lichamelijke substanties een bepaalde karakteristieke manier van zich gedragen. Water koelt altijd af, zware lichamen vallen naar beneden. Hetzelfde natuurlijk bij uh, levende substanties, zoals rupsen. Die vorm die zorgt er ook voor dat die rups zich ontwikkelt zoals rupsen dat doen. Dus die vorm, dat is als het ware een soort van sturend principe, dat maakt dat die rups zich op een gegeven moment gaat uh, herorganiseren, zou je kunnen zeggen. Die vorm van de rups die gaat ervoor zorgen dat die portie materie waar die in zit. Een beetje opnieuw geconfigureerd gaat worden. Het begint met een rupsconfiguratie. En op een gegeven moment wordt diezelfde portie materie een beetje opnieuw geconfigureerd. En langzamerhand komen we uit bij nou, wat een heel ander dier lijkt te zijn. Langzamerhand komen we uit bij een vlinder. En volgens de Aristotelici um, is dat echt letterlijk een transformatie. Het is een proces waarin je begint met één soort dier en je eindigt met een ander soort dier. Dus je zou kunnen zeggen, wat hier gebeurd is, is um, dat een bepaalde portie materie, die aanvankelijk de vorm had die het tot rups maakte, een nieuwe vorm heeft gekregen. Namelijk de vorm die het tot vlinder maakt. Eén en dezelfde portie materie wordt opnieuw geconfigureerd en daardoor krijg je een ander soort organisme. Nou, dit is in een notendop um, Aristotelische natuurfilosofie. Met een beetje Aristotelische biologie. Zoals heel veel 17e-eeuwse wetenschappers dat uh, tot zich zouden hebben gekregen op de universiteit. Wat gebeurt er als een uh, rups zich ontwikkelt tot vlinder? We hebben één portie materie. Die heeft aan het begin van het proces een bepaalde vorm. En aan het einde van het proces heeft die een andere vorm. Er heeft een transformatie plaatsgevonden. Nou, dit verhaal. Dit verhaal dat komt in de 17e eeuw enorm onder druk te staan. En de reden dat het onder druk uh, komt te staan, dat heeft te maken, nou ja, precies met het concept dat het meeste werk doet: het concept vorm. Vorm, heb ik net al gezegd, verklaart eigenlijk alles. Dat is dé verklarende factor van alle uh, fysische eigenschappen van materialen. Dat is dé verklarende factor van uh, de ontwikkeling van RUPS naar vlinder. Het probleem alleen, en dat is het probleem waar 17e eeuwers steeds gevoeliger voor werden, het probleem is dat die hele notie van vorm en die notie van ongedifferentieerd materiaal eigenlijk best wel vaag is. Dus je kan wel zeggen dat er in ijzer een uh, vorm zit die maakt dat het uh, magnetisch is, of je kan wel zeggen dat er in uh, zware objecten een vorm zit die maakt dat die zware objecten naar het centrum van het universum willen bewegen. Maar wat is zo'n vorm dan? Dat is uh, een vraag die uh, gesteld werd door uh, deze twee mensen, bijvoorbeeld. Aan de linkerhand uh, zie je René Descartes. En rechts uh, zie je Robert Boyle, de scheikundige. Zij zeiden eigenlijk allebei: van nou, al die natuurwetenschappelijke verklaringen in termen van vorm, dat zijn eigenlijk schijnverklaringen. Dus als jij zegt: hoe komt dat het dat water afkoelt? Door zijn vorm. Ja, dan heb je eigenlijk niet zoveel meer gezegd dan. water koelt af. doordat er in water iets is dat zorgt dat het afkoelt. En als je wil zeggen, ja, hoe komt het dat die RUPS zich tot vlinder ontwikkelt? En het antwoord is vorm. Dan heb je eigenlijk niet zoveel meer gezegd dan. de rups ontwikkelt zich tot vlinder. doordat er in de rups iets is waardoor die zich tot vlinder ontwikkelt. Die notie van vorm, dat is een soort van dekmantel voor onwetendheid. Dat is eigenlijk de kritiek die je krijgt bij Descartes en Boyle. Dus die Aristotelici die doen wel alsof ze een verklaring hebben. Hier, kijk maar, dat ijzer dat, uh, trekt ander ijzer aan vanwege zijn vorm. Maar feitelijk is dat alleen maar een woord. Niet echt een verklaring. Dus die notie van vorm, die komt. Uh, Flink onder druk te staan. Nou is het natuurlijk zo. Als jij uh, zo goed bent in vertellen hoe het niet moet, dan uh, moet je ook gaan vertellen hoe het dan wel moet. En dat doen deze beide heren ook. En ze zeggen eigenlijk van nou, uh, er is een veel eenvoudiger manier en een veel begrijpelijker manier om allerlei ja, natuurfenomenen te verklaren. Als we er nou namelijk eens van uitgaan dat alles opgebouwd is uit uh, heel kleine deeltjes. Nou, misschien komen we daar verder mee. En wij zouden misschien willen zeggen, die kleine deeltjes zijn atomen. Dat doen zij niet. Um, het idee is, een atoom, uh, in, de, in de klassieke betekenis van het woord, dat is echt een ondeelbaar stukje materie. En zij dachten allebei van, nou, materie is in principe oneindig deelbaar. Um, dus, ja, strikt genomen kun je dit geen atomen noemen. Het term die ze er zelf voor gebruikten was uh, corpuscula, kleine lichaampjes. Maar goed... Laten we, laten we er eens van uitgaan dat alles opgebouwd is uit dit soort kleine brokjes materie. En laten we er ook eens van uitgaan, zeggen Descartes en Boyle, dat die kleine brokjes materie die hebben geen neigingen hebben. Die hebben geen tendensen van zichzelf om naar het centrum van het universum te keren, of om omhoog te bewegen, of om een bepaalde temperatuur aan te nemen. Die brokjes materie die zijn helemaal passief. Die doen van zichzelf niks. Ze zijn inert. De enige manier waarop een stukje materie gaat bewegen. is als het een botsing te verduren krijgt van een ander brokje materie. Maar uit zichzelf doet het niks. De enige. Uh, he, dus de enige reden dat materie beweegt zoals het beweegt. is doordat het aangestoten wordt door andere materie. En dat al die botsingen tussen materiële deeltjes. gereguleerd worden door een paar. een handjevol natuurwetten. Dat is het grote nieuwe idee. Dus. Alles is opgebouwd uit kleine deeltjes. Die kleine deeltjes die botsen en die botsingen die zijn geregeld en gereguleerd door natuurwetten. En doordat, uh, nou, doordat er van dit soort gereguleerde botsingen plaatsvinden, uh, ontstaan er op een gegeven moment wat uh, complexere structuren. Dus bijvoorbeeld uh, de structuur van een mineraal of de structuur van een, uh, van een metaal. En daarvoor heb je niets anders nodig dan kleine brokjes materie. En een paar simpele natuurwetten. He, dus om een indruk te geven. Voor Descartes is één natuurwet bijvoorbeeld dat uh, materie uit zichzelf altijd in de toestand zal blijven waar het uh, in is. He, dus als iets uh, beweegt, zal het in principe blijven bewegen tenzij het gehinderd wordt in die beweging. Als iets in rust is, stil ligt, zal het in principe blijven liggen tenzij iets anders er als een biljartbal tegenaan stoot. Zo heeft hij nog... Uh, een aantal simpele wetten en dat is eigenlijk voldoende om het ontstaan van wat complexere materialen te verklaren. En ook de gedragingen van die materialen die kun je heel goed verklaren in termen van de configuratie van dit soort kleine deeltjes. Je kan bijvoorbeeld zeggen, nou, eh, dus brons dat heeft deze eigenschappen omdat het eh, deze structuur van deeltjes heeft. IJzer heeft die eigenschappen omdat het een andere structuur van, eh, van deeltjes heeft. Magnetisme uh, is ook niet het uh, resultaat van een vorm die er van binnenuit, ja, die van binnenuit het ijzer bepaalde eigenschappen geeft. Magnetisme is volgens Descartes uh, ja, ook het resultaat van de manier waarop magnetische materialen opgebouwd zijn uit deeltjes. Hij heeft daar een heel mooie illustratie van. Hij zegt eigenlijk van nou, magnetische materialen die uh, hebben een soort uh, schroefvormige deeltjes. En um, als je twee magnetische objecten bij elkaar hebt, dan zullen de schroefvormige deeltjes van, de andere, de schroefvormige deeltjes van uh, het ene materiaal, als het ware in de poriën gaan zitten van het andere materiaal. En zo nou ja, worden ze als het ware naar elkaar toe getrokken. Dat is Descartes' idee van uh, hoe uh, twee materialen elkaar aan kunnen trekken. Nou ja, nou ja, daar zie je al een beetje van, nou ja, hmm, moeilijk, um, hoe dat precies werkt. Um, maar laten we de credits geven. Dat verhaal over de organisatiestructuur of de structuur van deeltjes, dat is allemaal wel een stapje concreter dan alleen maar het woord vorm. Als je zegt water gedraagt zich als water vanwege zijn vorm, ja, is niet zo concreet. Als je zegt van nou, iets gedraagt zich zoals het gedraagt vanwege de structuur van zijn materiële delen, nou ja, dan weten we al ietsje meer. Dus op zich was dit een veelbelovend, uh, best wel een veelbelovend programma. Veelbelovend idee. Nou, nu komen we, wat mij betreft, bij uh, het grote probleem. Het grote probleem is dat uh, je op deze manier misschien best wel, uh, hè, dus het botsen en samenklonteren van deeltjes, daarmee kun je misschien best wel bij zo'n mineraal komen. Dat, uh, dat, nou, dat kunnen we ons misschien nog wel voorstellen. Wat heel veel mensen lastiger vonden. En dus als je weer hier begint. Met gewoon heel veel vrij random bewegende deeltjes. die uh, tegen elkaar opbotsen. Hoe kom je dan. Uh, hoe kom je dan hier? Hoe kom je dan bij. organische lichamen? Een probleem waar heel veel van Descartes' tijdgenoten op wezen. Is dat organische lichamen die zijn hypercomplex. Die zijn fantastisch eigenlijk. Uh, die, uh, alle, alleen al in, 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 deze, uh, in, in deze kleine insect heb je ontzettend veel minuscule verbindingen. Die ervoor zorgen dat dat insect fantastisch werkt. Dat het zich kan voortplanten, dat het kan vliegen. En dat lijkt allemaal heel erg doelmatig. Het lijkt erop alsof... Uh, ...elk onderdeel van zo'n organisme daadwerkelijk een functie heeft. Hè? Een functie die eraan toe bijdraagt dat dat organisme als geheel kan overleven. Dat dat organisme als geheel kan zich gaan voortplanten bijvoorbeeld. En nog los van die uh, doelmatigheid, het zijn gewoon ontzettend complexe structuren, organismen. Uh, daar kunnen we het wel over eens zijn, denk ik. Nou, wat uh, Descartes' uh, tijdgenoten problematisch vinden is dat... Is dat het niet zo 1, 2, 3 helder is hoe het random botsen van deeltjes. tot dit soort supercomplexe structuren kan, uh, kan leiden? Een vergelijking die je wel eens tegenkomt is dit. Van stel nou eens dat we een um, enorme letterbak nemen. en echt enorme letterbak, hè, heel groot. En um, die keren we om. En uh, nou, dan gaan al die letters die gaan vallen natuurlijk. en die valbewegingen die. Uh, uh, gehoorzamen de natuurwetten uiteraard. prima, helemaal zoals in Descartes' model. En. Nou, guess what? Wat krijgen we? Er komt, uh, komt er spontaan een, een prachtig Shakespeare-sonnet uit. Ik heb uh, nou, hier maar even vier regeltjes van uh, misschien wel het Bloemtjes-sonnet uh, opgeschreven. En helemaal gek. Dit gebeurt niet één keer. Het is niet één keer dat je die letterbak omgooit en er komt een sonnet uit. Het gebeurt miljoenen keren. Net zoals het niet één keer gebeurt dat er een organische structuur ontstaat. Nee, dit gebeurt miljoenen keren. En dat gebeurt ook miljoenen keren op dezelfde manier. En in elke biologische soort gebeurt het op nou, ongeveer dezelfde manier. Dus uit een mens komt een mens, uit een paard komt een paard, uit een kip komt een kip. Dus dat gaat allemaal heel regelmatig. En uh, dat gaat ook uh, heel regelmatig leidt dat tot fantastisch complexe structuren. En dat is eigenlijk heel moeilijk te begrijpen als je begint bij random botsende deeltjes. Net zoals het heel moeilijk te begrijpen is hoe je bij zo'n genet uit zou komen als je begint bij random vallende letters. Dat is uh, de puzzel waar Descartes-tijdgenoten op wijzen. Van, nou, dat verhaal van jou dat werkt misschien heel leuk voor uh, zeg eens wat metalen en mineralen, maar ja, voor de biologie werkt dat gewoon niet zo heel goed. Of het is althans heel moeilijk te zien hoe jij van jouw botsende deeltjes tot uh, tot organismen kan komen. Nou Descartes is uh, dat is wat dat betreft wel een uh, ja dat is wel een uh, iemand die staat voor zijn zaak, dus die zegt nee hoor dat kan best. Uh, dus die heeft in tot twee keer toe doet hij een poging om te verklaren hoe we bijvoorbeeld in, in de baarmoeder temperaturen ertoe kunnen leiden dat deeltjes in deze snelheid gaan bewegen. En uh, dan gaan ze op die manier samenklonteren. En omdat die temperatuur in, uh, in een soort constant is, gaat die samenklontering ook steeds op een uh, vergelijkbare manier. En daardoor krijg je uh, steeds uh, mensenkinderen uit, uit mensen. Maar dat is toch wel een, uh, nou ja, laten we zeggen heel schetsmatig. Um, dat, dat is de vriendelijke manier om het te zeggen. Um, je hebt ook nog wel andere uh, hardliners. Dus uh, iemand uh, uh, waar ik zelf erg in geïnteresseerd ben, Dat is een uh, heel onbekend, uh, relatief onbekende filosoof, dus een uh, Canon Digby uit Engeland. Um, heel interessante carrière gehad. Uh, filosoof, wetenschapper, uh, piraat op enig moment, uh, uitvinder van. Uh, dat is echt waar uitvinder van de, van de wijnfles, zoals we hem vandaag de dag kennen, weet je wel, met zo'n lange hals en zo. Allemaal te danken aan Canon Digby. En uh, Digby was ook iemand die dacht: van nou dat, uh, dat verhaal van die botsende deeltjes, dat, uh, dat kan werken. Natuurlijk, het is moeilijk om te zien, maar het kan werken. Het kan zo zijn dat organismen ontstaan uit botsende deeltjes die uh, zich op een regelmatige manier uh, gedragen en gaan samenklonteren. Maar de meeste, mensen, de meeste mensen hadden daar grote vraagtekens bij van hoe dat zou werken. <coughs> Dus je hebt een beetje een moeilijke situatie. Je hebt een model dat over het algemeen fantastisch werkt. Laten we het zo maar zeggen. Dat deeltjesmodel werkt over het algemeen veel beter dan het vormenmodel, veel concreter. Alleen ja, voor de levenswetenschappen niet zo. Dus wat gebeurt er dan? Wat gaan mensen dan doen? Wat zijn de alternatieven? Eén alternatief komt van deze man. Dit is uh, William Harvey. Uh, Harvey is. Uh, Excuse. Harvey is een van de belangrijkste levenswetenschappers uh, in de 17e eeuw. He, dus we kennen hem denk ik allemaal van uh, de beschrijving van uh, de circulatie van het bloed. En hij geeft een correcte beschrijving van de, van de pompfunctie van het hart. Dus dat zijn echt grote prestaties. He, dus je hebt, uh, tot die tijd heb je heel vaak het idee. Bij, bij heel veel wetenschappers het idee dat er, dat er niet echt een circulatie van het bloed is, maar je hebt eigenlijk twee parallele systemen. Um, niet echt één circulair systeem. En Harvey laat zien: nee, er is wel degelijk uh, connecties tussen slagaderen en aderen, waardoor er een daadwerkelijke bloedsomloop plaats kan vinden. Dus dit is, een, uh, dit is echt een grote wetenschapper. Een um, grote wetenschapper in de 17e eeuw. Nou, ik zei al, hij beschrijft ook correct de pompfunctie van het uh, hart in de uh, demotocortis over de beweging van het hart. En in 1651 uh, schrijft hij ook een uh, traktaat over degeneratione animalium, over het ja, ontstaan van dieren. En het interessante is, kijk, hij heeft uh, in heel veel contexten echt wel sympathie voor dat, dat je mechanische model van Descartes, interactie tussen deeltjes leidt tot de eigenschappen van materialen. Maar als het uh, over het ontstaan van dieren gaat, dan neemt Harvey toch een ietsje andere afslag. Hij zegt eigenlijk, je hebt uh, in het dierenrijk heb je twee hoofdvormen van ontstaan. Je hebt twee verschillende manieren waarop uh, dieren ontstaan. Je hebt uh, ten eerste dieren die ontstaan door een proces dat hij epigenese noemt. En dat is eigenlijk dieren die nou ja, stapje voor stapje uitgroeien tot de organische structuur die ze hebben. Dus zoogdieren. Uh, dat is het typische voorbeeld. Ja, die beginnen eigenlijk uh, als uh, vrije, simpele klompjes materie. En dan uh, stapje voor stapje ontstaat er eerst een, een hartje. En uh, nou, dan uh, ontstaat er uh, een, uh, een ander orgaan. En nou, beetje bij beetje groeit het uit tot uh, de organismen zoals we die om ons heen zien. Dat is uh, variatie 1. Variatie 2, waar ik nu ietsje meer geïnteresseerd in ben, uh, dat zijn dieren die ontstaan door transformatie. Of metamorfose, zoals hij het noemt. Nou, dat zijn bijvoorbeeld insecten. Die ontstaan door metamorfose. Nou, wat bedoelt hij daarmee en wat is daar typisch aan? Volgens Harvey is het bijzondere van insecten en dieren die door metamorfose ontstaan, is dat eigenlijk daar um, de, het ontwikkelingsproces in alle uh, organen en in alle onderdelen tegelijkertijd plaatsvindt. Dus als je kijkt naar deze. Um, uh, deze uh, ontwikkelende wesp, dan uh, zegt Harvey: Nou ja, je ziet eigenlijk dat uh, op moment 1 zowel de pootjes als het lijf als uh, de ogen één fase van ontwikkeling doormaken. Op moment 2 zie je dat al die organen ook weer allemaal een volgende fase van ontwikkeling doormaken. Dus het is niet zo dat je eerst het hart hebt, dan uh, weet ik veel. Uh, de pootjes en dan de ogen. Nee, het gaat allemaal tegelijk. Ze gaan allemaal tegelijkertijd door een stadium van ontwikkeling. Dat is best bijzonder, zegt, uh, zegt Harvey. Dat is best bijzonder dat je van zo'n ja, vrij ongedifferentieerde klomp helemaal links in het plaatje tot zo'n subtiel organisme als die wesp helemaal rechts in het plaatje kan komen. Het is eigenlijk, zegt Harvey, dat is een vergelijking die hij gebruikt in de Generation Aluminium. Het is eigenlijk alsof je een stukje was hebt waar iemand een stempel in zet. En ja, dan ontstaat er een figuur, ontstaat er een structuur die er voorheen niet was. Nou, het is eigenlijk, om het nog ietsje preciezer te zeggen: het is eigenlijk alsof dat stukje was, laten we zeggen de ongedifferentieerde massa helemaal links in het plaatje. Uh, in zichzelf een soort van organisatieprincipe heeft dat ervoor gaat zorgen dat, nou, laten we zeggen, op moment 1 uh, alle organen zich een beetje beginnen te vormen. En op moment 2 al die organen een volgend stapje zetten. En op moment 3 je een vergroeide wesp hebt. Het is als het ware alsof die uh, simpele materie links in zichzelf een soort organisatieprincipe heeft dat, je, dat ervoor zorgt dat je uiteindelijk uitkomt bij een, nou. Een, een, een levensvatbare wesp. Nou, dat organisatieprincipe, daar heeft hij ook een naam voor. En dat is een heel traditionele naam. Hij zegt dat is een, een, een vis formativa, een formatieve kracht. Een formatieve kracht in organische materie die ervoor zorgt dat die, materie, dat die materie zichzelf een beetje gaat structureren. Dat die materie zichzelf gaat organiseren. Dat is eigenlijk wat je in dit. Uh, uh, wat je in dit plaatje ziet gebeuren. Je begint met vrij uh, ongeorganiseerde materie, maar ergens in de materie zit een bron van beweging die ervoor zorgt dat het zich uiteindelijk manifesteert en gaat ontwikkelen tot wesp. Zo, uh, op deze manier ondergaat die Wespen metamorfose. Nou hoop ik dat je daar iets in herkent, want dit is eigenlijk best wel Aristotelisch. Die gedachte dat er in de materie een uh, een principe zit dat ervoor zorgt dat die materie als het ware zelf initiatief gaat nemen. Dat die materie zichzelf een bepaalde richting op gaat ontwikkelen. Um, wat ook uh, herkenbaar zou kunnen zijn, is dat hele begrip metamorfose. Je begint met één substantie, je begint met één soort dier en je eindigt met een heel ander soort dier. En dus uh, Harvey, Harvey zal ook zeggen, je begint in dit geval met uh, een niet-wesp en je eindigt met een heel ander soort substantie, namelijk een wesp. Dus uh, Harvey, wat eigenlijk een van de belangrijkste wetenschappers is, levenswetenschappers van de 17e eeuw, die is als het aankomt op uh, uh, de ontwikkeling van organismen eigenlijk best traditioneel. Als het aankomt op de ontwikkeling van uh, uh, organismen is hij best wel Aristotelisch, inclusief die term vis formativa, uh, formatieve kracht. En daar wordt hij ook op aangevallen. Er zijn ook mensen die zeggen: van ja. Oké, okay, wij begrijpen ook dat uh, het ontstaan van organismen ingewikkeld is, maar wat jij nu doet, Harvey, daar schieten we niet mee op. Je kan wel zeggen dat er in uh, organische materie een soort van zelforganiserende kracht zit, maar wederom, dat is eigenlijk een woord in plaats van een echte verklaring. Dus eigenlijk het soort kritiek dat, uh, dat er eerder was gekomen op de notie van vorm, dat komt er nu ook voor Harvey. Zeggen, ja, vis formativa, nee, tuurlijk. Hoe ontwikkelt de, de larve zich tot wesp vanwege een ontwikkelingskracht? Ja, nogal wie dus, maar wat we nou juist wilden weten is hoe die ontwikkeling werkt. En wat jij nu hebt gezegd Harvey, is die ontwikkeling komt tot stand doordat er iets is dat voor die ontwikkeling zorgt. Niet zo informatief. Dus Harvey krijgt uh, best wel stevige kritiek te verduren. Ook bewondering, hè? ik bedoel... Zijn kwaliteiten worden natuurlijk wel gezien. Maar hij krijgt best wel stevige kritieken te verduren. Een van die kritieken. die komt. Uh, van uh, een, uh, een, uh, een Nederlandse. een Nederlandse denker. En uh, die zou hier wel eens op kunnen staan. Dus dit is. Uh, nou, uit het Mauritshuis, de anatomische les van uh, Dr. Tulp. door Rembrandt. En dan weten we van sommige mensen. op dit schilderij best wie ze zijn. Hè? Dus. Uh, dit uh, was uh, nou, dokter Tulp uiteraard uh, en het chirurgijnschilde in, uh, in 1632, het chirurgijnschilde in Amsterdam. Uh, ook de man die daar uh, ja, toch een wat ongelukkige positie in het midden van het schilderij inneemt, uh, daarvan uh, weten we wie het is. Het is een misdadiger die uh, de dag daarvoor uh, opgehangen was en uh, nou, ja, uh, aan de goede zorgen van het chirurgijnschilde uh, overgedragen was. Uh, maar deze hier, uh, deze hier daarvan uh, zijn pas in de 19e eeuw wat uh, ideeën ontstaan over de identiteit. Er wordt namelijk wel gezegd: van nou, deze man hier, die daar zo'n beetje, beetje op een afstandje in het schilderij staat, dat is, uh, dat is Jan Swammerdam. Nou, Jan Swammerdam, uh, overigens. Er zijn niet echt redenen om te denken dat dat klopt. Waarschijnlijk heeft gewoon iemand ooit gedacht, ja, we hebben eigenlijk helemaal geen afbeelding van Jan Swammerdam. Nou weet je wat, hier hebben we een ongeïdentificeerde uh, figuur in het schilderij van Rembrandt. Hier, Swammerdam. Nou, Jan Swammerdam uh, was een van de belangrijkste natuuronderzoekers uh, van Nederland. Het was uh, een van de belangrijkste entomologen. Het was uh, een enorme insectenkenner. Dus zijn belangrijkste werk is ook uh, dit. Ik heb hier uh, de Latijnse uh, uh, um, kaft. Historia insectorum generalis. In het Nederlands, het uh, oorspronkelijke Nederlands verschijnt in 1669, heeft ook als boventitel Historia uh, insectorum generalis, algemene geschiedenis van de insecten. En als vertaling daaronder, als ondertitel, een algemene verhandeling van de bloedeloze dierkens. Nou, dat zijn insecten. En in die algemene verhandeling van de bloedeloze dierkens is hij ontzettend kritisch op Harvey. Die hele notie van een vis formativa vindt hij vaag. Maar wat hij vooral bizar vindt, is die gedachte dat insecten echt een metamorfose zouden ondergaan. Alsof de larven en de wesp iets anders zijn. Alsof de rups en de vlinder andere dieren zijn. Dus hij is heel kritisch op uh, Harvey. Daar heb ik hier een, uh, uh, een kleine passage van, uh, uh, van overgenomen. Hij heeft uh, Harvey net samengevat en dan zegt hij: Dus verre Herveus. Tot zover Harvey. Maar zoveel woorden, zoveel onwaarheden bij kans, worden er in deze redenering van hem gevonden. Waarom wij ons te meer verwonderen dat een man zo door ervaren in de natuurlijke geheimen, geheimenissen, zo groffelijk heeft kunnen dwalen. En de dat zelfs omtrent zaken die alleen maar door de ondervinding kunnen bekend werden. Nou, um, wat is het punt? Van, uh, Harvey, hartstikke goed uh, geleerd en geschoold. Uh, maar als het over uh, de ontwikkeling van insecten aankomt, dan uh, is eigenlijk elk woord een onwaarheid. En dat is vreemd, omdat hij die waarheden, die had hij best kunnen ontdekken gewoon door te kijken. Dus die onwaarheden van Harvey, die hebben betrekking op uh, zaken die door de ondervinding kunnen bekend worden, gewoon door te kijken. Nou, wat zijn dan die zaken die door ondervinding bekend kunnen worden? Nou, een van die zaken die deurondervinding ondervinding bekend werden kunnen... Um, ...is dat een, uh, een rups en een vlinder... ...dat dat niet twee verschillende beesten zijn. Er vindt geen metamorfose plaats. He, dus op de achtergrond moet je hier denken... ...tegen het Aristotelische schema. Het is niet zo dat één stukje materie... ...zodanig gereconfigureerd wordt... ...dat er een nieuwe substantie ontstaat. Dat is onzin. Want een rups en een vlinder zegt... Uh, uh, Zegt Sommer dan. Het is gewoon hetzelfde beestje eigenlijk. En hoe weet hij dat? Nou, deurondervinding. En hij beschrijft in zijn uh, algemene verhandeling ook wat voor ondervinding dat dan is. Uh, wat hij namelijk beschrijft is, hij zegt van nou, als ik nou een, uh, een rups pak en ik, uh, uh, ja, ik gooi hem in uh, kokend water en ik trek het velletje eraf... Dan uh, zie ik uh, onder dat velletje eigenlijk de structuur van die vlinder al tevoorschijn komen. Ik lees het even voor. <kwijnt> Wanneer men nu deze rupsen enige reizen in ziedend heet water laat vallen en het dezelfde daar verder uittrekt, uh, waardoor eindelijk de buitenste huid van de binnenste komt af te scheiden, alzo de uitgespannen vochtigheden, de welke onder en de tussen dezelfde gevonden werden, de aaneenhechting en de, de samenkleving breken, zo kan men met zeer weinig moeite het buitenste afgewekte vel aftrekkende, de inwendige gestalte van de rups ontdekken. Nou, heel simpel eigenlijk zegt hij. Je dipt de rups een paar keer in ziedend heet water, daardoor komt dat velletje los te zitten, en uh, dan kan men uh, ja, de inwendige gestalte van de rups uh, ontdekken en wat ziet men dan in de inwendige gestalten van de rups, nou komt die, en de klaarlijk en de onderscheidelijk bemerken we dan dat binnen in de afgetrokken huid van de rupsen een volmaakte en de waarachtige kappel verborgen is, dus een kapelleke noemt hij het een aantal keer, een vlindertje, waarom de genoemde huid van de rupsen niet anders als een opperkleed moet aangemerkt worden, waaronder de wezenlijke delen van de kappel verborgen zijn en er van langzamerhand op de wijze van alle andere groeiende en de Gevoelende schepselen aangroeit. Dus die rups, wat is dat? Nou, die rups, dat is eigenlijk gewoon. Dat is een vergelijking die die elders uh, geeft. Die rups is eigenlijk gewoon een jasje of een, of een jurk van de vlinder. En als je die jas of jurk uittrekt, dan zit die, uh, dan zit die vlinder eronder. Een beetje opgevouwen, uiteraard. Hè? Dus die vleugeltjes zitten natuurlijk zo. Uh, maar hij is eigenlijk al compleet. Nou, er zijn ook prachtige plaatjes bij te geven. Dus uh, als je tekeningen maakt bij dat experiment, zegt hij, dan zie je in de rups daadwerkelijk een opgevouwen vlinder. Nou, dat betekent dat we van rups naar vlinder geen metamorfose hebben. Prima. Sterker nog, we hebben van rups naar vlinder vanaf het begin eigenlijk één en dezelfde structuur. En één en dezelfde structuur die ja, gaat als het ware in de ontwikkeling van de rups een beetje uitzetten. En op het moment dat die structuur gaat uitzetten, dan barst op een gegeven moment die jurk of jas. En nou ja, alleen dan heb je je vlinder. Vraag is alleen wel, kijk, waar ze in de 17e eeuw nou juist tegenaan liepen is, waar komen nou die fantastische structuren van organismen vandaan? Dus als die structuur in de rups al aanwezig is, dan heb je de vraag eigenlijk alleen maar een beetje teruggestopt in de tijd. Hè? Dus um, je wilde weten van waar komt die structuur van de vlinder uh, vandaan? Sammerdam zegt, nou, die zat al in de rups verstopt, opgevouwen. Prima, maar dan willen we nu weten, waar komt de organische structuur van die rups vandaan? Uh, waar komt de organische structuur van zijn opgevouwen, opgerolde vlinder vandaan? Nou, zijn er in deze periode, dus uh, hij uh, publiceert dit in 1669, zijn er in deze periode uh, argumenten om uh, te zeggen van nou, die uh, organische structuur. Die kunnen we heel ver terug in de tijd stoppen. Die is echt vanaf het meest prille begin van het organisme al aanwezig. Dus de gedachte dat je eerst een soort uh, ja, ongedifferentieerd klompje materie hebt, waar op een gegeven moment een steeds complexer organisme uitkomt, die gedachte daar wordt een beetje tegen teruggeduwd. Mensen zeggen van nou, om mm, um, um een ongedifferentieerd stukje materie te hebben, moet je wel heel ver terug gaan. Um, waarom? Waarom, uh, waarom zeggen mensen dat? Nou ja, dat heeft met een aantal dingen te maken. Uh, het heeft uh, met drie dingen te maken. Uh, ten eerste uh, de ontdekking dat uh, uh, eieren een rol spelen in uh, voortplanting. Ten tweede de microscoop. En ten derde, nou ja, een theoretisch probleem waar ik zoiets over zal zeggen. Over die eieren: dit is een uh, uh, afbeelding van uh, Leonardo da Vinci. En wat je hier eigenlijk ziet is een, uh, is een menselijk figuurtje, verstopt in een, uh, in een ei. Nou, waarom is dat interessant? Kijk, um, tot ergens in de 17e eeuw is er een, uh, een uh, standaardtheorie die zegt, nou eieren dat vinden we bij vogels en, uh, en vissen wellicht, uh, maar niet bij zoogdieren zoals mensen. Uh, dus... Uh, Vrouwelijke zoogdieren ja, die, die hebben ook geen eicellen of zoiets. Hè. Dus die entiteiten die wij nu aanmerken als uh, uh, eierstokken, uh, die werden heel anders geïdentificeerd, namelijk als uh, vrouwelijke testikels. Dus de gedachte dat, uh, dat je ook uh, eieren zou kunnen aantreffen, uh, hè, of je, dat je die terminologie zou kunnen gebruiken bij, uh, uh, bij andere dieren dan vogels... Dat is een grote doorbraak van onder andere Harvey. Dus van Harvey komt, uh, komt de spreuk ex ovo omnia, dus alles komt uit een ei. Nou, Harvey had zelf heel gedetailleerde tekeningen gemaakt en heel gedetailleerde beschrijvingen ge ge gegeven van kippeneieren. He, dus hij had uh, gewoon elke dag een ei opengemaakt en beschreven, ja, wat zie ik nou eigenlijk? En hij had gezien dat je eigenlijk al in een heel vroeg stadium um, een soort organische structuur ziet. Dus dat is één, één reden om um, um, ja, het, de aanwezigheid van organische structuur heel vroeg in de tijd te plaatsen. Tweede, uh, waar ik al op gewezen heb, is, is een microscoop. Dus mensen zoals Swammerdam die maakten gebruik van, uh, van microscopen. Uh, links zie je een, uh, een tekening van Swammerdam zelf die hij in, in een brief aan een, aan een vriend uh, schrijft. Uh, waar je een tekening geeft van, uh, van de microscoop die hij zelf uh, gebruikte. Rechts uh, zie je een uh, leeuwenhoek-microscoop. Dus dat is eigenlijk... Uh, ja, je, ziet het, je herkent het misschien bijna niet als microscoop. Het is gewoon een, een plaatje eigenlijk. Met uh, een heel klein gaatje erin met een lens. En uh, aan de voorkant ja, zit er een soort van puntig ding waar je dan het preparaat op kan zetten. Dus, uh, zodat uh, het object wat je wil onderzoeken vlak voor die lens terecht komt. Dus... Um, ja, je kijkt door dat gaatje heen en aan de achterkant van dat gaatje zit dan, nou zeg eens wat, het insect of wat je dan ook maar wil bekijken, geprikt op die, uh, op die schroef. Nou, in deze microscopen, um, nou ja, die, uh, die Leeuwenhoek-microscopen vooral, he, die konden echt, echt behoorlijk vergroten, tot, tot 200 keer bijvoorbeeld. En daardoor kon je allerlei structuren zien die je tot dan die tijd helemaal niet kon zien. Dus um, dat suggereerde wel... Dat suggereerde wel van, nou ja, als we nou maar nog meer kunnen vergroten. als we nog betere microscopen hebben. dan gaan we de structuur van de organismen ook nog eerder zien. Kijk, met het blote oog zie je het heel laat. Met het blote oog, als je een ei opent of wat dan ook. dan zie je pas heel laat organische structuur. Nou, met deze microscoop zie je hem al een behoorlijk eind eerder. Dus de gedachte was, nou ja, euh, met een nog betere microscoop zien we hem nog eerder. Dan is er nog een, een, een derde argument om de aanwezigheid van die structuur zo vroeg mogelijk in de tijd te plaatsen. Kijk, je zou kunnen zeggen, dus één optie die, die wel besproken werd, uh, is om te zeggen, nou, uh, die organische structuur, die ontstaat op het moment van bevruchting, bijvoorbeeld. Alleen dat was in de ogen van sommige mensen wel een beetje een moeilijk idee. Want um, als je zou zeggen, nou die organische structuur die ontstaat op het moment van bevruchting. Dan heb je eigenlijk op het moment van bevruchting een soort van mysterie. Dan heb je daar een moment dat je begint met iets wat geen organische structuur heeft. En op een of andere manier is die bevruchting dan, ja, als het ware de stempel die er wel een organische structuur in indrukt. En, nou, dat is nou juist weer het, het soort van, um, een beetje een non-verklaring waar mensen van af wilden. Dat kom je eigenlijk weer terug bij het soort... Metamorfose van Harvey, waar Swammerdam nou juist van af wilde. Dus ja, hoe moet het dan? Nou ja, dan kom je bij een van de meest speculatieve ideeën uit de biologie van deze tijd: dat is het idee dat ook voor bevruchting. Um, die eitjes al die structuur in zich hebben. Um, en dat werd door sommige mensen heel letterlijk genomen. Uh, Swammerdam zelf, bijvoorbeeld, die speculeert in zijn boek over insecten, die speculeert dat eigenlijk elk. Um, Eerste vrouwelijke exemplaar van een, van een natuurlijke soort. Nou ja, daar zou je een beetje over kunnen denken als een soort Russische pop. Uh, want daar zitten eigenlijk de volgende generaties allemaal al in verpakt. Um, nou, dat vergt natuurlijk uh, een heel, uh, een heel uh, geskilde vakman. Uh, en dat is God. Dus God die heeft elk. Uh, Eerste vrouwelijk exemplaar van uh, een natuurlijke soort. gemaakt als ultieme Russische pop. Nou zou je kunnen zeggen. nou zou je kunnen zeggen. ja, dat is een beetje jammer nu. Want uh, we wilden een verklaring. en wat je ons gegeven hebt. is een beroep op uh, goddelijke interventie. die maakt aan het begin van de schepping. elk eerste vrouwtje van een soort. Ja, als een soort enorme Russische pop. Toch. Uh, zijn er. Wel redenen om hier wat sympathieker tegenaan te kijken, denk ik. Want uh, dit idee dat werd heel enthousiast ontvangen door sommige volgelingen van Descartes. Dus je had, uh, je had volgelingen van Descartes die ook wel zagen dat dat biologische model van Descartes moeizaam werkte. Die, hè, die ook wel zagen dat dat botsende deeltjesverhaal misschien voor de biologie niet het meest geschikte paradigma was. Nou, een één van die Cartesianen is Nicolas Malebranche. Uh, Franse, Franse Cartesiaan. Die op een gegeven moment ook Zwammerdam uh, gesproken heeft. Dus uh, die, die had contact met Zwammerdam. En wat vindt Malebranche hier nou zo aantrekkelijk aan? Nou ja, um, als theoloog vindt hij het aantrekkelijk. Omdat dit verhaal. Nou, zou een mooie illustratie zijn van. Uh, uh, wat God al uh, zoal vermag. Maar ook als mechanist vindt hij het een interessant verhaal. Waarom? Kijk, hij zegt van nou. Als we ervan uitgaan dat die structuur vanaf het begin al aanwezig is, dan hebben we helemaal aan het begin een soort van goddelijke interventie nodig. Maar goed, die hadden we toch al nodig, want op het moment dat we in een schepping geloven, dan hebben we die sowieso al. Als die schepping aan het begin nou al zo rijk was dat dus organische structuur van alle toekomstige generaties erin zit, dan kunnen we vanaf dat moment kunnen we vanaf dat moment de hele ontwikkeling van organismen volstrekt mechanisch beschrijven. Uh, want op het moment dat we de basisstructuur hebben, dan is groei. Ja, dat is een kwestie van het uitzetten van, bepaalde, van bestaande structuren of van uh, ja, bepaalde structuren die allianties aangaan met uh, materiaal van buitenaf. Hè. Bijvoorbeeld in voeding blijft er materiaal van buitenaf kleven. Aan de basisstructuur en daardoor gaat die basisstructuur meer ruimte innemen. Dus eigenlijk de hele ontwikkeling van een organisme. Uh, daar kun je gewoon een heel nuchtere, mechanische beschrijving van geven. Als je ervan uitgaat dat die structuur, de basisstructuur er al is. Kijk, het wordt moeilijk als mechanist, botsende deeltjesmodel, het wordt moeilijk als je het ontstaan van die structuur zelf wil gaan verklaren. Dan ja, daar kom je dus niet uit, dan krijg je dat Shakespeare's sonnet probleem. Maar als we er nou eens uit van gaan dat er aan het begin één, uh, één act is geweest waar die structuren allemaal gemaakt zijn, dan kunnen we vanaf dat moment alles mechanisch beschrijven. En dat is heel aantrekkelijk, want eigenlijk, wat heb je op deze manier gedaan, of wat heeft Malebranche op deze manier gedaan, die heeft een manier gevonden om nou, het meest succesvolle wetenschappelijke model van die tijd ook op de biologie van toepassing te laten zijn. Ik denk dat dat uh, de kracht is van, van wat Malebranche doet, met verwijzing naar Swammerdam. Ja, dus de situatie was, we hebben een model dat werkt heel goed voor mineralen. Maar het werkt eigenlijk heel slecht voor vlinders en andere organismen. Wat zegt Malebranche? Nou, het werkt eigenlijk ook wel voor organismen. Het werkt niet voor het ontstaan van die organismen. Want die structuur van een organisme, die heeft God gemaakt. Maar op het moment dat hij dat gedaan heeft, kunnen we vervolgens onze ja, uh, mechanica-kit pakken. En de gedragingen en bewegingen en ontwikkelingen van dieren in mechanistische termen gaan beschrijven. Dus, nou, zo slecht is dat nog niet. Dus je hebt een aantal redenen, om, een aantal goede redenen toch wel, om bij zo'n soort theorie uit te komen. Dus je hebt uh, sowieso het bewijs van de microscoop, de, de suggestie van de microscoop althans, namelijk, nou, die structuur kunnen we heel ver terug in de tijd pushen. En misschien met betere lenzen gaat die nog verder terug. Het tweede argument wat we hebben is, nou... We kunnen een groot theoretisch probleem oplossen. Dus we hadden een uh, heel, heel goed model en dat werkt slecht voor de biologie. Maar als we een deel van de biologie door God uh, laten doen, dan uh, kan dat mechanistische model ook voor de ontwikkeling en gedragingen van dieren werken. Nou, dus daar wil ik uh, uh, mee eindigen. Uh, uh, niet alvorens ik ook, ook dit plaatje even heb laten zien. Uh, dus er ontstaat wel enige discussie over uh, de vraag waar die uh, organische structuur nou precies zit. Uh, namelijk zit die in, uh, in eicellen, zoals uh, de OVisten zeiden. Uh, um, Swammerdam is zelf een OVist. Uh, dit is uh, Nicolaas Hartzoeker, andere uh, Nederlandse uh, levenswetenschapper die zegt, nou het zijn eigenlijk uh, de zaadcellen waar, uh, uh, waar die structuur al in aanwezig is. Dus dit is een, uh, nou laten we zeggen, enigszins... Uh, Um, speculatieve tekening van uh, hoe een uh, menselijke organische structuur al in een uh, zaadcel uh, opgevouwen zit maar alleen. Um, of je nou een ovist bent of zoals hartzoeker een zogenaamde spermist in beide gevallen zeg je uh, structuur antedateert uh, conceptie en daardoor kun je er een mechanistische analyse op loslaten nou, de les die ik uh, uit deze kijk, dit zijn een beetje dit zijn best wel rare theorieën hè? En, 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 en die plaatjes zijn soms ook echt wel heel grappig. Dat je denkt van nou, dit heb je echt niet gezien onder je microscoop. Dat weet ik zeker. Um, tegelijkertijd begrijp je best wel hoe mensen erbij kwamen. Dus als jij weet, mijn microscoop gaat keer 200 en dan zie ik dit. Nou, wat zou ik dan wel niet als die keer 200.000 ging? Uh, bovendien kan ik, een, uh, kan ik een probleem oplossen uh, met mijn wetenschappelijke model. Dus kom ik weer terug bij waar ik begon. Uh, je hebt in de geschiedenis van de wetenschap af en toe heel negatieve recensies van dit zogenaamde ja, pre-formationisme of pre-existentie Dus uh, hier heb je iemand die zegt uh, dat deze pre-formationisme, dat was the greatest error that ever obstructed the progress of our knowledge of development. In uh, een uh, heel klassieke uh, uh, geschiedenis van embryologie zegt uh, Needham... Uh, Preformation did not begin to bear its malignant fruits till the time of Swammerdam and Malpighi. Dus de, de of in de 17e eeuw dankzij, uh, microscopisten als Swammerdam and Malpighi. Uh, Meyer, in The Rise of Embryology, it is illuminating as well as regrettable that so assiduous and thoughtful an experimentalist should have thought that he had found experimental proof for such a wrong theory. Uh, dus Dit gaat trouwens over, uh, uh, over performationisten weer. Um, dus nou, hij heeft een heel slechte, slechte pers gehad. Tegelijkertijd denk ik, en dat hoop ik een beetje te hebben kunnen laten zien in afgelopen, het uh, afgelopen uur. Tegelijkertijd denk ik dat deze mensen heel goede redenen hadden om such a wrong theory te omarmen. En dus je kan best uh, een theorie gaan omarmen die uiteindelijk het niet gaat halen... Um, Preformationisme heeft het niet gehaald. Uh, maar dat om heel goede redenen doen. Ik denk dat Malebranche goede redenen had om uh, preformationisme te omarmen. Hij kon namelijk zeggen, op deze manier kan ik het mechanistische model van Descartes ook in de biologie gebruiken. Swammerdam had goede redenen om te speculeren over die Russische pop. Dat was eigenlijk het spoor waar die door zijn microscoop een beetje opgezet werd. Uh, bovendien was hij ook gevoelig voor, uh, voor de theologische dimensie van het verhaal. Dus dat is eigenlijk de boodschap die ik aan de hand van um, de gevallen Swammerdam en uh, Hartzoeker en noem ze maar op uh, mee zou willen geven. Je kan ongelijk hebben, je kan ernaast zitten, je kan te ver voorbij je data speculeren, want dat gebeurt hier. Er wordt iets te ver voorbij die data gespeculeerd. Maar je kan goede redenen hebben om ongelijk te hebben. Uh, je kan heel rationeel zijn. <laughs> ik denk dat deze mensen hartstikke rationeel wa waren. En toch een theorie omarmen die er voor ons, een paar honderd jaar later, bizar uitziet. En nou, daar wou ik het voor nu bij laten.